De bus uit 2006 is intensief gebruikt. In 2011 zelfs als trouwauto, want 14 jaar lang was ik samen met Pieter. Totdat een paar jaar geleden het noodlot toesloeg en Pieter onverwachts is overleden. Onze bus loslaten is daarom moeilijk, maar nodig, want hij begint ernstige gebreken te vertonen. Onze wens is dan ook dat er een nieuwe rolstoelbus komt, waardoor wij, Nicole, Eva en Pancho, net als andere mensen, kunnen gaan en staan waar we willen. Voor een nieuwe bus en de benodigde aanpassingen daaraan is een bedrag van 70.000 euro nodig. Bezoekers van de Benefietdag kunnen hieraan bijdragen door zoveel mogelijk spelletjes te spelen. Per gespeeld spel zullen sponsoren 2,5 euro aan de pot toevoegen. Daarnaast kan iedereen nog vrij doneren middels een QR-code. Ja, ik heb er nog niet eerder van gehoord, dus het is de eerste keer. Ik organiseer wel vaker in huiselijke kringen bordspeldagen, maar dat is niet zo groot als hier vandaag het geval is. Nou, we hebben hier een hele zaal vol met tafels en hele leuke spelletjes. En als er mensen binnenkomen, dan kunnen ze aan een tafel gaan zitten met wat gezellige mensen. Ze steken hun hand op en dan komt er een van de vrijwilligers in de shirtjes met ook de crowdfundingsactie erop naar je toe om het spelletje uit te leggen. Nou, we zijn eigenlijk uitgenodigd door Els. Wij zijn net als Els geocaches. Dat is een spel wat voornamelijk buiten wordt gespeeld, maar waar ook puzzelen aangekoppeld zit. Dat je via internet puzzeltjes oplost om de locatie te vinden van je geocache die je in het veld gaat zoeken. En Els had ook het idee dus om dat te combineren. Haar passie voor bordspellen en geocachen. Vandaar dat het bordspel-event vandaag ook gecombineerd is met een geocache-event. En zul je naast ons ook een paar andere geocachers vinden die ook geïnteresseerd zijn in bordspellen? Ik ben hier eigenlijk gekomen omdat ik Els ken. En omdat ik het ook wel wil steunen natuurlijk. Maar ja, het is eigenlijk vooral omdat Els een kennis van mij is. Ik vind het vooral heel belangrijk op het moment dat medewerkers bij mij in dienst komen, dat ik ook een stukje achtergrondinformatie weet. Want op het moment dat er iets persoonlijks aan de hand is, dat ik daarop kan anticiperen. Ik ben vooral veel met Nicole in gesprek gegaan en Nicole die vertelde me vooral hele boeiende, maar ook hele zielige verhalen, wat mezelf heel erg aangreep. Nicole zei er ook altijd bij, als ik dit vertel moet je het niet zielig vinden, want ik wil absoluut niet zielig gevonden worden. Maar toch als persoon zijnde denk je toch van, ja, je wilt iets voor zo'n persoon gaan betekenen. Ja, ik vind het gewoon zo bewonderenswaardig dat iemand dat sowieso voor je doet. Hè, Els is een van mijn beste vriendinnen al 22 jaar, 23 jaar zelfs. Ja, dat iemand dat dan voor je op touw zet voor de crowdfunding van de rolstoelbus. Ja, dat is gewoon niet te bevatten dat iemand dat voor je over heeft. En dat ze dan ook gewoon zo'n span van vrijwilligers heeft. Zo'n blik die ze kan overtrekken om zo'n dag te bewerkstelligen. Ja, dat kan je niet voorstellen. Dan voel je je zo bijzonder. Aan het einde van de dag mocht Nicole een cheque van 1253 euro in ontvangst nemen. Een mooi begin, maar natuurlijk nog lang niet voldoende. Daarom kan er nog steeds gedoneerd worden via onderstaande link.